Jongens, Rattelootje hier en welkom weer bij een nieuwe Call of Duty Black Ops 4 video hier natuurlijk op mijn kanaal. En vandaag ga ik dan ook weer Search and Destroy spelen, want dat is wel leuk. En daar ga ik natuurlijk ook gewoon weer de KN57 MK2 versie voor gebruiken. Dit is een normale. Dan heb ik nog een Mastercraft ervan en de MK2. Ik vind de MK2 zelf super vet. En dan ga ik mijn lievelingscamera er gewoon weer lekker op zetten. Voor de variatie zet ik hem er gewoon een keertje op. En dan gaan we ze weer ownen. Zo simpel is het. Hopelijk worden wij niet geowned. En ownen wij hun. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ik hoop wel dat de enemies nu niet stil gaan staan. Dat merkte je natuurlijk gewoon in de vorige video. De vorige Search and Destroy video stonden er 3 enemies of 3 teammates van mij stil. Dat is natuurlijk niet de bedoeling als je Search and Destroy speelt. Zo, error. Maar dat is niet de bedoeling. En dan gaan we gewoon lekker de torque. Voor mij komen we ook in een playing game. Of in een game die net begonnen is. CR7 Neymar. Het is of je bent voor Ronaldo of je bent voor Neymar, vriend. Wat is dit nou? Het is vriendjespolitiek. Mag niet, hè? Search and destroy. Ik wil de bom hebben. Dank u, dank u, dank u. Ik denk dat wij via deze kant gaan lopen. Destroy the objectives. Want ik denk gewoon dat ze hier allemaal gaan komen. Ze gaan via de andere kant komen. Dankjewel. In mijn rug. Oh, die had ik niet door. Oké, dat was mijn schuld. Ik had niet door dat er nog één iemand in mijn rug zat. Hij was omgelopen. Hij wist natuurlijk gewoon dat ik met iemand anders in gevecht was. En daardoor dacht hij van dan loop ik wel om. En dan kan ik hem sowieso pakken. Dat is een slimme move van je. Slimme move. GG. GG. In de weg gewoon via... Nee, ik durf eigenlijk niet via die andere kant, hè. Wat is dit nou? Ja, never mind. Dit potje was kort, maar krachtig. Leuk, man. Sniper rifles, gadverdamme. Ik had hem eigenlijk niet moeten challengen. Nee, dat kan ook... Oké, jij gaat dood. Kan gebeuren, hè. Ik ben ook dood gegaan, dus maakt niet uit, joh. Maakt niet uit, joh. 2-0 verloren of 2-0 achterstand, maakt niet uit, joh. Hij stond voor echt een camp, jongen. Oh. Kijk, de camp. Oi, 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 oi. Enemy, enemy, enemy. Eliminate the objective. Ja, ik ga hem niet meer challengen. Dat gaan we dus niet doen, hè, vriend. Want ik weet gewoon dat die vent er staat met zijn sniper rifle, want dan ben ik weer dood. Lekker. Ah, come on! Hij is... Oh, zo! Nu al! Doe normaal, joh! Oké, mijn teammates zijn ook niet heel erg goed. Oké! Ik sta... Nee, dat meen je niet. Staan er weer een paar stil? Nee, doe normaal. Doe normaal. Is het normaal of zo? Dat zijn mensen stil... Kom op! Kom op, bro. Kom op. Let's go. Jongen, jongen, jongen. Oké, jij moet even internet kopen, denk ik. En jij moet niet in mijn rug gaan komen. En toen was ik dood. Die vent die liep snel om. Maar hij is niet gered. Kom op, teammate. Ja, nu ga je gewoon dood, teammate. Je bent voor CR7 of voor... Nee, maar. You gave it your all. RTB for AAR and reassignment. Ja, dit... ja. En volgens mij kwam deze vent in mijn rug, ja. Hier ging ik neer omdat ik in gevecht dus met die andere guy was. Kan natuurlijk gebeuren, want... Stuittrekking in die enemy. Ja, deze teammate die zag het niet meer zo zitten, denk ik. Maar volgende potje gaan we winnen, joh. Kom goed. Volgende match wordt mijn match, ik zweer het je.
Ik denk dat we wel even andere mensen gaan zoeken. Aangezien er ook gewoon een paar weer stil stonden. En dat is gewoon niet zo fijn. Je moet wel echt teammates hebben die gewoon echt willen spelen. Dan kun je winnen. Anders, als ze stil gaan staan, dan heeft het gewoon weinig zin. Want dan speel je of met twee man, of je speelt in je eentje. En dat gaan we natuurlijk niet doen. Dat was mijn vorige video gebeurd. En nu eigenlijk alweer. Dus dat gaan we gewoon niet doen. Zitten we nou weer bij dezelfde? Doe normaal! Oké, als ik nu weer bij dezelfde kom, dan spelen we gewoon weer met ze, joh. Meen je niet, hè? Oké, andere. Dat scheelde weinig. Hassie en de Twilight. Dat... Eigenlijk denk ik nu al gewoon dat ze eigenlijk gewoon niet midden gaan lopen. Gewoon gaan niet eens binnen lopen. Ik denk dat ze gewoon via de linkerkant gaan of via de rechterkant. Omdat daar A en B staan, dus... Oké, er zijn een paar mensen geliefd. Niet omdat ik precies master ben, hè, jongens. Daar moet je niet om lieven, vriend. Er zit nog een Prestige Master bij. Oké, oh, zo, er komen er in één keer wat mensen bij. Zo. Chill. Op de map Marokko opeens. Hij is geswitcht. Oké. We gaan gewoon winnen. Dat maakt niet uit. We gaan gewoon winnen. Geen teammates. Alles wat je kan doen. Niet stil gaan staan. Alsjeblieft. Kom op. Ik weet dat jullie het kunnen. Kom op. Oh god. Ik hoop zo dat ze niet stil gaan staan. Want dan word ik echt pissig namelijk. GKS. Nice. Ik zie een SWAT RFT. Ik zie een Spitfire. En ja, die andere guy, volgens mij gaat hij niks doen. Ja, top dit. Zoek je ook eens een lobby. Oh, ze lopen wel allemaal gewoon. Oké. Je bent geliefd. Ja, dat, ik ga denk ik omlopen. Ik ga niet via midmap. Gaan we even niet doen, hè. Er is nou al een teammate dood, joh. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou? Ik zit niet te campen. Ik zit gewoon... Hij heeft me gezien, die guy. Shit, man. Jou hebben we. Met is neer. Ik ben bang. Last man standing. You know what to do. Wat zit hij? Oh my, hij zat kap of niet? Oh, ik had hem nog geraakt. Ik zag hem niet eens. Ik zag namelijk dat hij via de andere kant liep. Maar. Ja, hij is killed. Kijk, dit dacht ik dus dat hij dit deed. Oh, dat was een slimme move. Ik zag hem niet eens hier. Oh, wat een slimme move. Wauw. Oké, hij heeft me getrold. Oké. Ik had hem niet gezien, hè. Hier, met je, pak jij maar de bom. En niet doodgaan, hè. Loop jij maar voorop. Kijk. Allebei een mannetje minder. Oké, dan staan er je gewoon op te wachten. Kijk, dat is ook een manier. Met de Maddox, schatverdamme. Kom op, teammate. Ik denk niet dat hij het gaat redden, hoor. Hij moet nog tegen drie man. Dus ik weet niet waar die enemies op schieten, maar dat weet ik. Teammate, je aim! Teammate, pas op. Hij push je. Wat doe je? Ah. Ja, dit is weer een beetje jammer, dit.
zit er ook weer met teammates, jongen, van waar je zegt van, daar speel ik liever niet tegen, gewoon. Of liever met, zeg maar. Er zit ook een Duitse doen mee. Nou, die Duitse mag wel ietsjes meer gaan zweten dan. Gadverdamme. Niet alle Duitsers zijn natuurlijk zo goed, maar dat kan gebeuren, hè. Iedereen maakt foutjes. En allemaal leren we ervan. Althans, sommigen dan. Zo, even maar hard geraakt daar, ho. Heb je teammate? Hostile thresher commencing attacks. Wat? Nee, meen niet. Teammates, gewoon niet blijven staan. Ik durf niet jou, hè. Nee! Oh, dat is diezelfde kai weer met zijn maddox. Irritant ventje ben je. Oké, okay, teammate. Lekker, jongen. Alles voor die win. Oké, okay, als je nu doodgaat, maakt het niet uit, want je hebt je best gedaan. Hij moet even internet kopen, denk ik. Ja, deze guy is goed. Hij weet wat hij doet. Hij wil, denk ik, gewoon niet prestige. Dat heb je ook. Sommige mensen willen gewoon niet prestige. Ik denk dat hij daar eentje van is. Zo. Kijk op inzoomen. Hij weet hoe hij moet spelen, hoor. Hij weet hoe hij moet spelen. Ja, hier had hij mij ook nog echt met puur geluk. Want hier had ik hem eigenlijk moeten hebben hier, hoor. Maar ja... Ik kan niet altijd mee zitten, zeg maar zo. Neutralize the objective. Nou, let's go. Ik denk dat wij gewoon via deze kant gaan. En we gaan gewoon even wat... Wauw. Ik dacht dat die guy die bom had gepakt. Maar nee dus. We gaan gewoon eventjes wat rustiger spelen. Teammate rent meteen op af. Maar die gaat natuurlijk ook gewoon nu dood. Precies dat. En ik wacht hier gewoon. Waarom? Omdat ik weet dat zij er op af gaat pushen. Wat hij nu dus ook probeert... En het is hem nu ook lukt. Hij probeert op mij af te pushen. Puur omdat hij weet dat ik KN in mijn handen heb. En dat doet hij heel slim. Teammate. Oh my god. Wauw. Twee man neergeslagen. Lekker. Hij komt op je af. Hij komt op je af. In je rug. Ja, die guy die weet hoe hij moet spelen, dat sowieso. Dat is één ding wat waar is. We hebben helaas wel met 4-0 verloren, maar liefst. Nou ja. Niet alles kan meezitten, hè. Ja, dit was een mooie, hè. Dit deed hij mooi. Ja, dat deed hij mooi. Ik vind Switches toch altijd wel een leuke game om te spelen. Gewoon puur tactisch spelen. Dat ben ik altijd wel goed in. Gewoon tactisch spel. Dat ligt mij wel. Maar gewoon echt... Echt Team Damage, daar ben ik ook gewoon goed in. Gaan we eventjes leven. En dan ga ik hierbij ook weer de video afsluiten. Mocht je de video super doof vinden, rammen zoals een kaart door die like-knop. En vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. En hoop ik jullie de volgende keer weer terug te zien. Dan zeg ik ook weer... Bye bye, mensen.